Dat is best wel saai, maar ja, het verdient dus. Nederlandse studenten zijn Europees kampioen bijverdienen. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van Eurostat. 7 op de 10 studenten heeft dus een bijbaan in Nederland. En met die cijfers torent Nederland hooguit boven de rest van Europa. Univers ging op pad met camera en microfoon om Thaizem-studenten te vragen naar hun ervaringen met een combinatie van werk, studie en sociaal leven. Ik werk in het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel. Ik werk in Breda, daar woon ik ook. En daar werk ik in de horeca, in een restaurant. Ik werk in het weekend echt zeg maar thuis bij een camping als receptioniste. Dan werk ik bij een pannenkoekenrestaurant en daar werk ik als serveerster. En dan heb ik 2 andere baantjes. En naast mijn studie, een beetje gerelateerd aan mijn studie, doe ik bij een internationaal bandenbedrijf als teammember. Dus ik doe gewoon kleine projectjes en een beetje meer studie gerelateerd eigenlijk. Nee, ik heb geen bijbaan. De bijbaan heb ik eind augustus opgezegd, omdat ik de pre-master moeilijk vond en eigenlijk de master wilde starten volledig focus op school. Dus vandaar dat ik hem op heb gezegd. Is het te combineren? Met je studie, met je sporten, met andere leuke dingen? Ja, jawel. Ja, soms wel goed plannen. Lukt niet altijd even goed, maar zoals ik net al zei, het is super flexibel. Dus daardoor werkt het eigenlijk perfect voor mij. En moet je die baantjes ook hebben? Eigenlijk wel. Want alles is wel veel duurder geworden. En anders, ja, ik wil niet heel een grote schuld hebben. En daardoor moet ik dat eigenlijk wel doen. Anders kom ik niet rond. Dus je hebt wat geld dan nodig om de huur te betalen, een keer op stap te kunnen gaan, iets leuks te doen met vrienden of wat dan ook. Ik hou ervan om op stap te gaan, om leuke dingen te doen. Dus ja, dan zal er toch geld verdiend moeten worden, op de een of andere manier. Naast financieel is ook wel gewoon een sociaal aspect wel leuk, gewoon het andere mensen kennen. Maar vooral financieel is het wel zeker nodig. Ik mis een hoop geld, alleen ik heb afgelopen half jaar wel de pre-master iets lang over gedaan. Dus ik heb die tijd wel gewerkt, 2 dagen in de week. 2 bijbaantjes, is dat nog wel te combineren met je studie? Eigenlijk gaat dat best wel goed. De ene is gewoon in het weekend, dus dat is eigenlijk alleen op zaterdag. En de andere is op de dag dat ik vrij ben door de week. Zit hier dus nog niet heel lang op school, nog maar 2 weken of zo. Maar ik ga gewoon in het weekend naar huis en dan werk ik gewoon bij het pannenkoekrestaurant. Dus dat gaat prima. Dus je studie leidt er niet onder? Over het algemeen niet. Als je een beurs zou hebben, zou je dan ook werken? Als ik een beurs zou hebben? Welk bedrag is het dan? Gewoon een beurs. Basis? Basisbeurs. Ik denk dat ik dan nog steeds zou werken, maar je geld wil verdienen. Alleen je kan dan wat meer, denk ik. Dan zou ik het misschien niet alleen maar puur om het geld mee doen. Maar ik denk dat het werken sowieso goed voor je is. Of je het nou voor het geld doet of niet. Ik denk voor je hele ontwikkeling, samenwerken, dat soort dingen. Ik heb ook al wel een basisbeurs gehad een paar jaar. En toen werkte ik er ook bij. Dus ik denk niet dat een basisbeurs genoeg zou zijn om de huur te betalen en op stap te kunnen gaan en weet ik veel wat te doen met vrienden. Ik denk dat je meer dingen kan doen en misschien iets meer leven, dat je dat nu kan. Dat denk ik wel, ja. Ik zou er blij mee zijn.